schapen. De herders hebben een vuurtje gemaakt. Dat is lekker warm. Ruben zegt... Wat is het koud, zeg? En Simon zegt... Ja, mijn hand is zo koud. En Simon steekt zijn handen uit naar het vuur. En hij warmt zijn handen. Ruben pakt zijn fluit. Hij speelt een wijsje. Levi staat op. En Levi zegt... Het is bijna uit. En wat gaat Levi halen? Hij loopt rond en gaat hout zoeken. Opeens blijft hij staan. En Levi raapt wat hout op. En hij legt het op het vuur. Dan loopt hij even rustig langs de schapen. En alles is rustig. En hij gaat lekker bij het vuur staan. Simon zegt... En herder Pepijn zegt, we hebben ook gelopen. En Jacob, herder Jacob zegt, ik wil best even slapen. En dan zeggen alle herders, ja, doe nou maar. Wij blijven hoger. Wij blijven. En die zegt, wees mij niet bang. De herders kijken op en ze zien een engel staan. En de engel zegt, er is een kindje, deze nacht is er een kindje geboren. Alle herders komen even bij de engel staan, want deze nacht... En Simon zegt... Wat klinkt dat mooi? En een poosje later zijn alle engelen verdwenen. En Ruben zegt... Kom, we gaan naar beneden. Oh nee, wacht, hij niet. En we zijn met de schapen mee. Schapen. Wat? Dat mag gewoon niet. En nu is het weer donker en stil. Thank you.
Maar ik ben gewoon aan het praten. Ik heb het op video. Dus hij zou ze zo wel pakken. Jingle bells, jingle all the way.